Het ereveld Loenen in Gelderland. De officiële opening werd op 18 oktober 1949 verricht door prinses Wilhelmina. In de kapel staat een speciale kast met naamboeken van alle Nederlandse oorlogsslachtoffers zonder aanwijsbaar graf. En er staan ook enkele urnen met asresten uit concentratiekampen. De graven liggen verspreid over een groot bosgebied. Hier geen rechte rijen met kruisen, maar graven met liggende stenen. Achter elk opschrift schuilt een verhaal. Hier liggen gesneuvelde militairen, maar ook veel burgers die in de Tweede Wereldoorlog omgekomen zijn, zoals verzetstrijders, politieke gevangenen, Engelandvaarders en slachtoffers van de gedwongen tewerkstelling in Duitsland. Tegenwoordig zijn hier ook graven van Nederlandse militairen die zijn omgekomen bij VN-vredes- en crisisoperaties, zoals in Libanon, Bosnië en Afghanistan. De Oorlogsgravenstichting onderhoudt dit bijzondere nationale ereveld. Links naast de kapel staat het monument De Vallende Man. Bij dit monument is jaarlijks op 4 mei de dodenherdenking en er worden kransen voor de doden neergelegd. De Oorlogsgravenstichting houdt toezicht op 50.000 graven wereldwijd. Is dat geen immense klus? Ja, dat is een behoorlijke klus. We hebben er 25.000 in Indonesië liggen. Daar hebben we een boel mensen werken. In Nederland ook. Maar vooral die 12.000 die in 50 landen verspreid over de wereld liggen. Dat zijn vaak koopvaardijslachtoffers waar we het dan over hebben. Dat is een moeilijke taak. Maar daar mogen we gelukkig van de ambassades gebruik maken, dus dat doen we. Hier op het ereveld in Loenen liggen 3.858 graven. Dat is best een boel. Ja, en het worden er ieder jaar meer. Want er liggen in Nederland nog 6.000 verspreid in particulier bezit. En als particulieren stoppen met betalen, dan wordt normaal gesproken op een begraafplaats een graf geruimd. Dan komen wij in het geweer en zeggen we dat kan niet, want het is een oorlogsslachtoffer. Dat hoort op ons ereveld en dan brengen wij het gratis over. Dus er komen er ieder jaar nog zo'n 20, 30 bij. In het slachtofferregister staan 180.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers. En hoe houden jullie dat bij? Nou, die hebben we allemaal geïnventariseerd. Hè? En dat is allemaal vlak na de Tweede Wereldoorlog gebeurd. En dat hebben we uiteindelijk allemaal in een database gezet. Daar zijn dus 130.000, moet je je realiseren, zonder graf. Zonder aanwijsbaar graf. Er zijn mensen natuurlijk in vernietigingskampen zijn omgekomen, maar ook op zee. Of verzetstrijders die we kwijt zijn, die we nooit hebben gevonden. Dus er zijn meer die we nog niet hebben gevonden dan wel. En komen er dan ook nog steeds mensen bij? Nou, komen er niet echt mensen bij, behalve militairen die in VN-operaties overlijden. Hè? Want dat is later ook als oorlogsslachtoffer toegevoegd aan onze definitie. Maar verder niet. Dus je moet wel tijdens een VN-operatie zijn omgekomen, wil je oorlogsslachtoffer zijn. U heeft ook een nieuw project, Geef de oorlogsslachtoffers een gezicht. Kunt u daar wat over vertellen? Ja, dat komt er eigenlijk. We vinden dat nu de mensen die het echt verhaal kunnen vertellen snel aan het wegvallen zijn. Proberen we voor jonge mensen, zoals jij en ik, zal ik maar even zeggen, die de oorlog niet hebben meegemaakt. Denken wij dat het verhaal mooier en beter is als je het ook ziet wie het was en hoe jong die was. Dus we proberen nu onder andere door het adopteren een graf te doen en de adoptanten te laten uitzoeken het verhaal van het slachtoffer. Om te kijken of we zo het verhaal meer kunnen laten leven. Om in iedereen duidelijk te maken dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat je je daar altijd voor moet blijven inzetten. Ik merk dus dat Apeldoorn vele herdenkingen heeft. Wat ik daar heel goed aan vind is dat ze vooral geadopteerd zijn allemaal door scholen, middelbare scholen, soms ook basisscholen. Waardoor het overdrachtelijk is. Dus het blijft niet alleen in de historie, maar het zet zich door naar de jeugd toe. De verhalen en dat je moet strijden voor je vrijheid. Maar bovenal denk ik ook dat het betekent dat het verhaal nooit ophoudt te bestaan. En dat je het nooit mag vergeten. En dat kan alleen de generatie zeg maar, na ons doen. Waarom ben je naar deze dodenherdenking in Loenen gekomen? Omdat mijn oom hier ligt. Hij is gesneuveld in Afghanistan. Dus je komt hier om hem te herdenken? Ja. En waar kijk je het meest naar uit?
Ja, gewoon om mijn ooms graf weer te zien en ja, gewoon om alle militairen hier te herdenken die hier of in de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld. Wat denkt u dat u het mooist gaat vinden aan de herdenking? Nou, wij doen op het einde van de herdenking lopen wij dat graf van onze maat, onze gevallenen. Dat is denk ik toch waar de Unifil-gangers voor gekomen zijn. Om direct weer geconfronteerd te worden met hun doden. En daar ook even bloemen bij te leggen. En voor sommige mensen is dat een heel emotioneel moment. Je ziet bij sommigen ook wel tranen. En bij andere mensen is het toch herdenken op een eigen manier. Dus je ziet hier een groot aantal Libanon-gangers. Ja, die komen niet voor niks hier. Het is goed om stil te staan bij de erkenning en waardering voor de mensen die zich ingezet hebben voor de vrijheid en de vrede. Dat is van groot belang. En als projectleider voor het V-fonds mag ik kijken of het mogelijk is om dat nog een stukje verder te brengen dan alleen het ereveld. Op het ereveld worden mensen begraven die in en door de dienst getroffen zijn, dus in de actieve dienst zijn omgekomen. Maar niet iedereen doet dat natuurlijk. Gelukkig niet, zou ik willen zeggen. Maar er zijn wel een heel aantal veteranen die zeggen van goh, we zouden het wel fijn vinden om bij onze kameraden de mogelijkheid te hebben om begraven te worden. We zijn nu aan het verkennen of het mogelijk is om een veteranenbegraafplaats te organiseren tegenover of naast het ereveld in Loenen. Het is nadrukkelijk de bedoeling om dat ook bij elkaar te hebben, omdat je dan veteranen ook zaken kunt combineren, maar ook het gevoel van het belang voor gestreden hebben voor de vrijheid mee te geven. Ook uit een stuk erkenning en waardering voor de mensen die zich inzetten voor onze vrijheid. Meneer Cohen, u gaat zo een toespraak houden? Dat klopt. Ja, aan mij is gevraagd om vandaag de toespraak te houden. Het is 4 mei, het is herdenken. Het gaat natuurlijk over de Tweede Wereldoorlog, maar het is... wat mij betreft gaat het er ook over al diegenen die in de oorlog, maar ook daarna zich hebben ingezet voor wat wij nou allemaal zo normaal vinden, maar wat helemaal niet normaal is, en dat is vrijheid. Er is toch wel wat controverse over wie er precies herdacht wordt in de oorlog. Wat vindt u daarvan? Nou, ik vind het jammer dat die controverse er is. Waar het mij om gaat, dat zijn inderdaad de slachtoffers die in de oorlog gevallen zijn. Het gaat om de mensen die in verzet gekomen zijn. Het gaat om de mensen die strijden voor onze vrijheid en die daarvoor gestreden hebben. En het gaat ook om de nabestaanden die daar nog steeds veel aan ontlenen dat wij, al is het maar 1 keer per jaar, 2 minuten daarbij stilstaan. Waar denkt u aan in de 2 minuten stilte? Ja, ik wisselt een beetje, maar heel vaak heb ik wel gedacht aan mijn eigen grootouders die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen, die ik nooit gekend heb. Ik ben na de Tweede Wereldoorlog geboren. En denk ik ook aan mijn ouders die de oorlog wel hebben meegemaakt, die vanzelfsprekend overleefd hebben, want anders zou ik er niet zijn. Maar ik denk toch veel aan dan aan mijn eigen familie. Aan heel veel dingen. Dingen die je zelf meegemaakt hebt, dingen die je heeft flitst. Ik heb meerdere uitzendingen meegemaakt en ja, ben met meerdere vormen van geweld betrokken geweest. En dat flitst wel even door je heen. Dat kan ik u niet zeggen, dat kan ik ook niet van tevoren aangeven. Het overkomt gewoon. Meestal is het gewoon stil.